stokvis. Deze is voor het contact en die andere is voor de deuren. Oh, dank u wel. Nou, twee sleuteltjes. Wat krijgen we nou? Een Fort Anglia. Zo goed als nieuw. Inderdaad. Doorgesmeerd, olieverfest. En autobedrijf Poot geeft u 3 maanden garantie. Nou, wat vind je van de kleur? De kleur, Nel? Hé, hey, zus. Dames, wat vindt u van de bekleding? Echt skyleer. Oh, echt skyleer. Leer van echte skyen. Zus. En wat vindt u van de spiegel? Er is pas 3 keer ingekeken. Nee, pas 3 keer ingekeken. Zus. Wat moet dat met die auto? Nou, rijden natuurlijk. Wat denk jij? Ja, en hoe, hè? Want de Anglia geeft rijden een totaal nieuwe dimensie. Maar dat kan Bruin toch helemaal niet trekken? Ja, maar dat hoeft Bruin ook niet te trekken, want die auto die rijdt vanzelf. Ja, op afbetaling. Zo is dat. En autobedrijf Poot biedt u hele gunstige voorwaarden. Ja, dat geloof ik graag, maar... Maar de zaak, die loopt als een trein. Je weet toch niet of dat zo blijft, zus? Zou je niet eens sparen? Sparen? Dat is voor de domme. Zo is dat. En als er nou een machine kapot gaat, of er moet een droger bij, of de OMO wordt ineens stuk duurder? Dan gaan we toch gewoon over op de biotech. Dat is alleen voor de voorwas. Nou, de persel dan. Zo is dat. Zeg, kunt u mij misschien terugrijden naar de zaak? Er staan nog een paar Anglia's te popelen van ongeduld om verkocht te worden. Dat wil ik heel graag horen je doen. Alleen, ik heb geen rijbewijs. Oh, dat is niet zo'n goed idee. Kunt u misschien? Nee, ik heb ook geen rijbewijs. Maar zus, jij hebt geen rijbewijs? Dat weet je toch wel. En je koopt wel een auto. Nou, dat haal ik toch zo. Nou, dat had ik dan eerst maar eens even gedaan, zeg. Nou, hoeveel lessen heb je nou helemaal nodig, 10? Zo is dat. Zeg, ik denk dat ik maar de benenwagen neem. Goedemorgen. Bedankt. Hey, zus, misschien doe je er wel een jaar over. Wel, nee. En wat dat allemaal niet kost, rijles. Gaat toch allemaal van de zaak? Hé? Ja, wat dacht jij dan? Anders is het toch niet te betalen. Oh? Dus dit is een wagen van de zaak? Ja, ja, officieel wel. En wie weet, in de toekomst gaan we de was wel halen en brengen. Dit is een wasserette, geen wasserij. Ja, nou, ik laat het er ook niet op schilderen. Dan heb ik er in het weekend toch helemaal niks meer aan. Stel je voor, dan gaan we een dagje naar de camping. Dan staan ze de volgende ochtend met een vuile was voor de tent. Dus jij koopt een wagen van de zaak en ik weet nergens van. Ja, Nel, dat is de beslissing van de directie. En dat ben ik. Als jij binnenkort een filiaal opent op de lijnbaan, laat ik me dan wel even weten. Ja, natuurlijk. Ik vertel je toch altijd alles. Nou, kom op. Moeten nog 3 machines leeg. Ja, kom zo. Nog even genieten. Professor Dr. F.J. Schouten van het Perceptie-instituut in Eindhoven verklaart dat het seinenstelsel in het wegverkeer slecht is. De professor demonstreert mij 2 verkeerslichten, rood en groen. Voor deze lichten monteert hij een ronde schijf met 2 doorzichtige spleten. Wanneer de schijf waarop vanuit een schijnwerper wit licht wordt geprojecteerd gaat draaien, blijven de kleuren rood en groen zichtbaar, maar, en nou komt ie, ze wisselen van plaats. Rood wordt groen en groen wordt rood. Het negatieve beeld op het netvlies krijgt de overhand en wordt door de hersenen als zodanig ervaren. De automobilist ziet in plaats van een rood licht een groen licht en de gevolgen zijn fataal. Ja. Hey jongens, volgende week voor een pagina van de Bruin in Rotterdam, hoor. Goedemiddag. Ja, Pio. Zeg maar, wat wil die professor dan? Blauw. En groen. Voor de stoplicht. Ja, want dan heb je het namelijk niet dat het wisselt. Hij is fijn. Het gaat toch om de bovenste en de onderste? Als de bovenste brandt, dan moet je stoppen. Als de onderste brandt, rijd je door. Ja, tuurlijk. Simon, anders dan zou een kleurenblinde toch nooit kennen autorijden. Kleurenblinde moeten wel hebben geen autorijden. Het is allemaal al gevaarlijk genoeg. Wie ik vanmorgen op de bus had, zeg. Wie denk je? Nou, Pater Krekelberg. Gezellig? Noem dat maar gezellig. Dat is die eikel van het comité linksvoorrang, weet je wel? Dat links een ene voorrang moet krijgen. Nou, als dat erdoor komt, kunnen we wel weer opnieuw beginnen. Dat kennen we toch wel. Hé?
Kijk maar op het bord. Is dat dan? Bij ons in de riool heb links sowieso voorrang, maar dat komt. De riool is een Engelse uitvinding. Theorie-examen? Er zijn zoveel dingen veranderd de laatste jaren, zoveel wetjes en regeltjes, dat de directie der RET het verstandig leek haar chauffeurs te onderwerpen aan een test. Ja, en ik knijp hem best een beetje. Nou, ik niet. Een examen, daar lul ik me toch altijd uit. Ja, het is schriftelijk. Jazeker. Ja, en Henkie, die neemt het af. Het moet nou toch niet gekker worden. Henkie is toch rijinstructeur? Zal wel. In zijn vrije tijd. Sinds wanneer? Al heel lang. Daarom met de directie mijn benaderd. Vanavond krijg ik de vragenlijst. Fijn zo, Henkie. Hebben die straks mee naar de club? Wat? Het is toch kegel, hè? Al mijn hoelen. Wat nou? Ja, dat mag helemaal niet. Die lijsten die zitten in vergezegelde enveloppen. Aanstaande weekend huur ik een zaaltje in het groot handelsgebouw. Allemaal heel officieel. Dan krijg je allemaal een uur en dan moet het klaar zijn. Motten we er nog helemaal voor naar de stad toe ook? Nou, dat is gezellig. Dan gaan we na afloop naar de Cascadee. En in een uur moet dat klaar zijn? 60 minuten. En hoeveel vragen zijn dat dan? Ik heb die vragenformulier nog niet ontvangen, maar ik geloof een stuk of 20, 25 geloof ik. 25 vragen. En stel, Karel haalt het niet. Mag hij niet meer rijden? Hé, hey, Karel, hoor je dat even? Ik zit hem niet voor niks zo te knijpen. Henkie, je moet hem openstomen. Wat? Die envelop met die vragen. Ik heb het niet van Henk vragen, man. Hij is gebeëdigd. Sinds wanneer? Door de burgemeester. Wat kan jou die Thomas er nou schelen? Wees toch niet beter als je beste collega? Het gaat allemaal heel officieel, hoor. Het is geen spelletje. Hendrik, jij mocht die vragenlijst meenemen vanavond. Hé, Karel? Betaal ik mijn rekening. Zo, wel zwaar geschud. Voor 21,20 op de lat. Dat bedoel ik. Dat kan je toch niet maken, Jaap? Je kan Henkie toch niet zo onder druk gaan zetten? Ik ga toch niet zwichten voor chantage, Karel. Ik sta pal als Jan van Schaffelaar. Jan van Schaffelaar is de uitvinder van de saté. Van de kipsaté. Hé? Het was toch in Barneveld? Nou, meid, ik vind het nog steeds belachelijk, hoor, maar... Eerlijk is eerlijk, het is een mooie wagen. En kijk eens wat een omzet. Ja, maar we hebben ook een hoop kosten, hoor. Kan toch alleen maar beter gaan? En met zo'n auto voor de deur, dan krijgt de zaak ook veel meer cachet. Jij denkt toch niet dat we meer klandizie krijgen omdat er een auto voor de deur staat? Oh, nou, reken maar van yes. Bij ons in Emmerkopaskum, de koeienfly van Oom Tjedde met veenbessen. Die raakte die aan de straatstenen niet kwijt. Heeft hij de strontkar voor de winkel gezet? Gingen ze weg als warme broodjes. Ja. Wie heeft die auto hier voor mijn deur gezet? Poot. Poot? Zus heeft hem gekocht. Hé? Heel goed. Dan hoeven we zaterdag niet met de bus naar de Cascadee. Oh, gaan we zaterdag naar de Cascadee? Jij niet. Wat is dat allemaal voor onzin? Heb jij je rijbewijs dan? Jazeker. Nee, zij. Nee, dat ga ik halen. Hoeft toch niet, zus? Is toch nergens voor nodig, joh? Jawel, want we gaan hem ook voor de zaak gebruiken. Zo, dat gaat je dan liever uit kosten, Stokvis. Nee, want de rijlessen zijn ook van de zaak. Heel verstandig. En zo duur is het niet, want het is maar 5 gram per uur. Ha, krijg je zeker les in een zeepkist. Nee. In een Anglia. In deze Anglia. Oh ja? Zit er dubbele bediening op dan? Dat hoeft niet. Nee, nee, als de handrem maar in het midden zit. Een Anglia. Hele slechte auto. Hebben de Engelsen de oorlog mee verloren? De Engelsen hebben de oorlog gewonnen, hoor, ja. Oh ja? De Canadezen, hoor. De Canadezen hebben de oorlog gewonnen. Die maken tenminste een mooie auto. Zoals daar zijn? De Toronto. Alle Eskimo's rijden erin. Haha, Hendrik. Heb je hem bij je? Wat? Die vragenlijst. Begin je nou alweer? Ja, natuurlijk. Nel, zeg jij nou eens wat. We hebben zaterdag verkeersexamen. Henk neemt het af. Wilt hij ons niet eens de vragen geven?
Dat zou toch ook niet eerlijk zijn, Jaap? Ik was bijna gezwicht. Zou hij zijn rekening betalen op de club? 21-20. 21-20? Ja, de laatste drie maanden. Ja, de laatste drie weken. Goed. Nou, zus. Stap in. Spannend. Ga uw gang. Ja, voorzichtig. Wat krijgen we nou? Tot zachtjes. De kegelclub. Jo. Waarom is het zo goedkoop? Ja, natuurlijk. Zwart in de jekker. Nou, rij gelijk met door naar het Zuidse ziekenhuis. Hallo, ze hebben mijn lol. Goed, Mel. Wat schaft de pot? Ik ga echt niet meer koken, jongens. Ik ben kapot. Hij is fijn. Weet je wat? Hou maar Chinees. Kan ook wel van de zaak. Heel graag. Greet ook. Die is al 5 keer begonnen met lessen. Maar ja, dan raakt ze weer zwanger en dan moet ze weer stoppen. Ik snap niet dat je ze er nog aan laat beginnen. Hé? Vrouw achter het stuur, bloed aan de muur. Dat kopen ze toch ook altijd. Maar nou hoor ik van professor F.J. Schouten van het Perceptie Instituut in Eindhoven. Dat statistisch gezien vrouwen minder broeken maken. Ja, de heer in het verkeer is meestal een dame. Schij nou eens uit. Ik zit er toch de hele dag in. Van de week nog in de tunnel. Zit ik achter een daffie. Hey, reed 30 kilometer per uur. En wij sukkelen erachter al. En verlaten de tunnel uit. Komen bij de Halte Wolfertsbocht. Ik eruit. Ik ernaartoe. Ik tik op het raampie. Is het een vent, zeg? Mannen! Kokkie! Jongens, even vergaderen. Maar snel, want ik zit met een noodslacht. Wie? Komen ze van de douane? Komen ze binnen met een vrachtwagen Franse hanen? Franse hanen? Wou ze inschepen voor Londen, maar zaten allemaal met het slot. Zo? Het slot? Grote hier zo, op die snavel, zo'n grote bullebak in alle kleuren van de regenboog. Dus die Engelse motten dat natuurlijk niet, maar ik doe het gewoon in de gevogelte paté. Ja, die Engelsen die zijn veel te kieskeurig, want bij ons in de Riel heeft bijna iedereen het snot. Kees Voormuilen bijvoorbeeld, die heb hier zeg, heb je een hele krentenbaard, man. Het lijkt wel een verfdoos. Mannen, ter zake. Het water staat de club tot aan de lippen. En jullie zijn nou wel gelijk met je contributie, dat mag trouwens ook in de krant. Maar de kantine is de kurk waar de club op drijft. En daar verliezen we zwaar op. Hoe ken dat nou? Een biertje kost 55 cent. En een balletje kost 60 cent en hij is elke avond leeg, die pom. Jullie betalen nooit. Wat nou? Ja, Henk zegt vanmiddag nog tegen me. Hij zegt, Jaap en Siem die staan zwaar op de lat, zegt hij. Ik heb onlangs nog betaald. Ik heb onlangs, wat heb ik gegeven onlangs? Een tientje heb ik nog gegeven. Ja, dat klopt, dat staat hier ook. Maar er stond 18,75. En er komt vanavond er nog bij. Nou, inderdaad, Stokvis, dat is inderdaad de schande. En voor Jaap, 21-20. Hallo, kun je bek niet verder open? De cijfers liegen niet. Dat bedoel ik nou. Dus wat gaan we daar aan doen? Niks aan de hand, eind van de maand heb ik weer mijn zakgeld. Mooi, maar het blijft een probleem. Hou eens vast. Ja. Kijk eens wat ik hier heb. Naheffing van de elektra. 68 gulden. Jongen. Die gemeenteambtenaren morsten allemaal aan het gas. Ho, dat zijn we zelf ook, hoor. Toch niet van de elektra? Jullie laten ook overal altijd het licht branden. Hoe kom je daar nou weer bij? Zullen we wedden? Alle lampen, allemaal aan. Ja, we kunnen daar moeilijk in het donker gaan staan te kegelen. Dat zou voor jou niks uitmaken. We kegelen nou toch niet? We vergaderen. Ja, waarover ook weer? Over geld. De club staat op springen. Bedenk iets. Rustig maar, Jacob, ik ben bezig. De raderen draaien. Nee, niks. Jou hebben we ook lekker veel. Goedenavond. Hey. Nee, mij niet kwalijk, maar het is zuster schuld. Ja, tegen een boom gereden zeker. Nee, maar die weet nergens de weg. Zaten we opeens midden in Vlaardingen. Maar kijk eens, jongens. Voor allemaal een lekker aardinkies. Zo. Heb je de geldpest? Ja, ik krijg 5 gulden voor die rijles. Ze zijn er schoongemaakt. Uitje zit er ook bij. Ik wil ze met de graad, bewijs dat ze vers zijn. Stond er zelf bij dat hij ze schoonmaakte. Wees blij, op de graad kan de haringworm zitten. Hij is het is allemaal bijgeloof. Nou, Jacobus, moet je me niet zeggen, want Huib Scholten bij ons bijvoorbeeld, die heeft nog maar een halve maag. Ja,
Zie je wel? Ja, waren ze net op tijd bij. En bij die operatiemensen komen er op een gegeven moment sukkenwormen naar buiten gekropen. Ja, en heb die chirurg met een moker ze kapot staan. En jij wou ze met graad. Jawel, maar ik als Vlaningen ben natuurlijk immuun. Allee, even bij de les. Hoe lossen we onze financiële problemen op? Ja, jij bent toch de voorzitter? Zitten we weer aan de grond dan? Ja, naheffing van het elektra. Jij laat altijd overal het licht branden. Ja, hallo. 68 gulden. Oh, maar dan weet ik wel wat. Dat examen van aanstaande zaterdag, dat houden we me gewoon hier. En we zijn naar de Cascadee. Ik heb er 100 gulden voor. Zo. Ja, zou ik in het groothandelsgebouw ook krijgen. Afgesproken. Grandioos. Eentje ben van goud. Ik ga naar mijn halen. Kok e a se kokke. Ja, kunnen we gaan gooien? Oh, als jullie mij niet hadden en allebei je ogen niet, dan waren jullie stekenblind. Die leert de eerste keer dat hij vooral moet wezen heer in verkeer. Na 20 lessen, oh maar, vergeet hij dat alweer. Want heusje wordt niet zomaar heer in verkeer. Hendels, knoppen, rijen, stoppen, zegt de instructeur je. Tegen een fietsie, halt politie, vriendje, ik bekeur je. Wat helpen dan je klachten, al was het de eerste keer. Je was slechts in gedachten, heer in verkeer. Je koopt een tweedehandsie, maar dan zegt hij meneer. Ik geef je geen garantie, heer in verkeer. Geen spatje chroom of nikkel, wat gaat dat ding tekeer? Je voelt in dat vehikel, heer in verkeer. Alles weigert als hij stijgt over hobbels eien. Als de kruk als maar niet stuk was, zou die beter rijden. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer. Maar toch blijf je verweten, heer in verkeer. Je tank daar zit een lek in en je slingert heen en weer. Daar riet je haast een hek in, heer in verkeer. Het is haast niet te harden, wat gaat dat ding tekeer? Daar springt een band aan flarren, heer in verkeer. Tegen een winkel, glas gerinkel in de etalage. Twee agenten, dat kost centen, oh wat een ravage. Wanneer je bont en blauw ziet. Mannen, tijd om in te leveren. Hendrik, laat mij maar. Dan kun jij maar achter de bar. Want mannen, we hebben allemaal wel een biertje verdiend, hè? Ja. Kom op, Jacobus. Nog, Simon. Tijd is tijd. Jaap, hè? Henk. Ja, Jaap, gelijke monniken, gelijke kap, hoor. Ik ben pas op de helft, Simon. Het maakt niet uit, Jacobus. Het maakt niks uit. Kijk. Simon, jij bent een echte vriend. Ja, dat ook. Maar jij betaalt mijn rekening. Ga eens uit. Ho. Oké. Hendrik, hier leggen ze hoor. Dankjewel, Simon. Mannen, mag ik even jullie aandacht? Ik heb hier de uitslag. Ja. En ja, mannen. Jullie hebben het allemaal gehaald. Ja, en er is er zelfs eentje bij. Die heb alles goed. Zo. En die ene is... Ja. Jaap Kooijman. Ja, mensen, hier betaal mijn levenswijze zich weer in zonde bolzinnig uit.
Want wat doe ik namelijk altijd? Ik haat met de tijd mee, ik houd de ontwikkelingen bij. He, zeker als het gaat om het verkeer, want wij weten allen, de Wegensverkeerswet is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus een applausje inderdaad voor Jaap, jongens. Ja. En Jacobus, voor Henk is het ook leuk. Ja, natuurlijk. Dat hij een collega heeft met alles goed, dat straalt ook op hem af. Jazeker, maar ik bedoel het ook als kantinebaas. Hè? Dat jij de rekening betaalt. Hè, de jouwe en de mijne. Oh, dat is heel prettig nieuws. Er staat wel een tientje of drie. Ik heb maar een geeltje. Al een beetje helpen. Zo, dan ben ik dus Kiet. En dan blijft er van Jaap staan slechts 14,95. En? Ze is nog niet terug, hoor. De examinator was ook te laat. Heel lekker bakkie. Nou, graag. Mijn boel! Ik ben het vakkaart! Ben ik nou verslaagd of niet? Hallo, grassenzonnetje. Fantastisch. Alsjeblieft. 195 gulden. Oh, zoveel. Dank u wel. Morgen. En doet hij het weer? Hallo, grassenzonnetje. Lekker bakkie koffie. 279 gulden.